Enorme feestvreugde, dames en heren, hier in een hotel Cocagne in Eindhoven, waar de supportersvereniging en iedereen die daar denkt bij te behoren. Op dit ogenblik de spelers, trainer natuurlijk, verzorgers, spelers en wat iets meer zij huldigen. Vele mensen hebben zich binnen weten te dringen, mensen die er misschien niet bij behoren. Maar het ziet er allemaal zeer gezellig uit. Het vijfde landskampioenschap van PSV. Het eerste werd behaald in 1929. En we willen zo dadelijk, als wij in beeld verschijnen, onder andere praten met de man achter dit grote succes natuurlijk, Kees Rijvers. Een man die 33 maal in het Nederlands elftal speelde. En we hebben hem nu, dacht ik, want onze monitoren doen het niet in beeld. Kees, is dit een nog groter succes dan voor de eerste maal uitgekozen worden in het Nederlands elftal in 1946? Nou, dat was ook een geweldige ervaring, maar zoals dat hier achteraf beleefd wordt en eigenlijk zoals het publiek het hele seizoen achter PSV heeft gestaan, is dit het hele jaar door een geweldige happening geweest. Want niemand geloofde dat het dan direct in het PSV kampioen zou worden. Maar schijnbaar ons publiek 18 wedstrijden aan een stuk wel. Ik had het idee dat jullie er zelf ook niet in geloofden, op de manier waarop jullie de spelers vaak achteraf hielden, beschermden. Nou, dat komt dat jullie, en met jullie bedoel ik de pers in totaliteit, over het algemeen vergeten dat ook Feyenoord en Ajax een keer voor de eerste keer kampioen geweest worden, zijn. Ja. En die eerste keer is altijd anders als de eventuele volgende keer. En voor ons is dit een ervaring en een belevenis het hele jaar. En voor de mensen in Eindhoven gedurende blijkbaar 12 jaar al, dat een keer moest gebeuren. Daar heeft enorme spanning aan vastgezeten. En als die spanning achter de rug is, dan geloof ik dat je tot beter voetbal kunt komen met een jonge groep spelers. Maar je hebt wel eerst zo'n kampioenschap een keer nodig. Ja. En dat veroorzaakt die spanning. Nou, en we hebben een gezellig clubje onder elkaar en we zien geen enkele noodzaak. Die hebben we het hele seizoen niet gezien. Ook daarvoor niet. Om uit te weiden over kleine probleempjes die er zijn. Die zijn er overal. Nou zijn er veel mensen die zeggen, kunst, PSV koopt wat men wil, dan word je kampioen. Ik dacht dat je nooit een kampioensploeg kon kopen. Nee, in verhouding met het verleden is er, dat kan iedereen nachecken, niet te veel gekocht. Alleen zijn er wel een paar goede jongens bijgekomen natuurlijk. Ja. Je hebt ook duidelijk gezocht, dacht ik, naar opbouw in de breedte. Bijna iedere PSV heeft gescoord dit seizoen, behalve Noordquist. Je hebt duidelijk gezocht naar jong talent. Zie ik dat goed? Nou, naar jong talent in zoverre dat je als trainer altijd zoekt naar een combinatie van mogelijkheden in de totale groep waar evenwicht in zit. En het juiste evenwicht hebben we nog niet. Maar zoals het nu geweest is, was het in ieder geval voldoende om kampioen te worden. Maar het juiste evenwicht om te bepalen wanneer dat je werkelijk de zaak onder druk gaat zetten en wanneer dat je het spel vast gaat houden. En dat in de juiste proporties, dat is de moeilijkheid van werkelijk goed voetbal spelen. En dat hebben we enkele keren gedaan, maar nog niet voldoende. Het is moeilijk om ons hier verstaanbaar te maken, Kees Rijvers. De man uit oorspronkelijk Prinsenhagen, dacht ik. NAC, Saint-Étienne, Stade Français. Maar dit was geweldig. En zijn er nou bepaalde dingen in dit seizoen die er voor jou bovenuit springen? Ach. Bepaalde dingen. Natuurlijk vooral de wedstrijd uit tegen Feyenoord en de wedstrijd uit tegen Ajax. Als je een seizoen speelt met ups en downs, maar je pakt de moeilijkste wedstrijd die er zijn. En deze twee juist. Dan is het toch eigenlijk een logische zaak dat je ook kampioen wordt. Ja. Is het waar, zoals veel sportjournalisten wel eens opmerken en ook mensen erbuiten, wie dat dan ook mogen zijn, dat hier toch in het zuiden en ook in het oosten, bij jouw oude club, waar je dadelijk nog iets over wil zeggen, de FC Twente, dat er toch vaak een soort minderwaardigheidscomplex heerst? Ja, dat wordt ons meestal aangevreven. Maar het merkwaardig is dat de mensen zelf, wij hier niet en ook in het oosten niet, daar werkelijk geen last van hebben. Alleen hebben wij geen enkele behoefte om ons zodanig aan te passen dat ons opgedrongen wordt dat we westelingen worden. Wij dachten dat het een normale zaak is als iedereen een beetje tot elkaar komt en dat juist de westerlingen een beetje tot ons komen. Wij hebben het idee dat we ons normaal gedragen. Heel normaal zelf. Ja, daarom. Wat Ekström betreft, en er is, dacht ik, vanuit de studio gezegd, maar wij hadden hier geen monitor, geen lijnverbinding, dat er ook nog een andere PSV'er zal weggaan. Is daar iets zinnigs, is daar iets concreets over te zeggen? Nou, dat zou misschien wel, maar ik vind dit vanavond in zo'n feest
stemming, helemaal geen gelegenheid om over zulke soort zaken niet over weggaan en niet over komen, om daarover te praten. Ik dacht dat we gewoon met z'n allen vanavond veel plezier moesten hebben met degenen die hier zijn. Dat zal ongetwijfeld wel gebeuren, maar een man als Edström lijkt mij moeilijk voor jullie te behouden. Ja, dat zien we dan later wel. Dat is vanavond mijn probleem niet. Dat is vanavond jouw probleem niet. Nou zoek ik op dit ogenblik ook naar Ben van Gelder en naar de heer Groeneveld, die beloofd hadden. En ik kijk op mijn horloge. Het is 16 minuten over 8 en de stemming die wordt hier hoe langer, gaat naar een hoogtepunt toe. Uiteraard is daar de nodige alcoholica bij, als ik het zo mag zeggen. De heer Groeneveld heeft ze nog niet gemeld, ook de heer Ben van Gelder heeft ze nog niet gemeld. En ik weet niet in hoeverre deze lijnverbinding op een klein beetje behoorlijke manier tot u komt. Het lijkt mij een goede gedachte om op dit ogenblik, terwijl het publiek Casey Casey roept, Kees Rijvers er even aan te helpen herinneren dat hij mij voordat deze uitzending begon heeft gezegd: Koen, ik wil graag ook iets goeds tegen de FC Twente zeggen. Kees heeft dat vergeten, ik niet. Kees mag het nu dus doen. Nee, ik zit er eigenlijk op te wachten. Ik wens op deze plaats Twente voor over 10 dagen het allersterkste. Ik hoop dat ze de UEFA Cup winnen. En ik hoop toch ook wel dat Den Haag in de gelegenheid is die vanavond hier een sportieve wedstrijd heeft gegeven, dat die eventueel de beker zullen winnen. Verder zou ik graag de sterke groeten willen doen aan Willem de Vries en zijn vrouw Hilda. En willen bedanken voor de tijd die ze bij mij ook doorgemaakt hebben daarginds. Dat was het. Nou zijn de columnisten, Kees Rijvers, die zeggen, en ik heb dat gisteren onder andere in een landelijk avondblad gelezen, misschien jij ook, we zullen verder geen namen noemen. Namen noemen we niet, net als Wim kan. Maar die zeggen, PSV is voor mij niet de ware kampioen. Ik zou zeggen, jullie hebben 3 punten voorsprong. Wat is jouw antwoord daarop? Nou, wat moet je nou op zulke dingen zeggen? Wij zijn gewoon duidelijk kampioen geworden. En dat we niet spelen in de sfeer zoals Ajax en Feyenoord in hun beste periode, dat is voor mij gewoon een logische zaak. Maar dat komt. Dat komt, dat is op komst. Waar komt het door? Nou, dat is een kwestie van routine, dat is een kwestie van rust. En na een kampioenschap behaald te hebben, komt die rust er ook onherroepelijk. Oké, het is wat chaotisch, dames en heren. U zult dat begrijpen. De heer Groeneveld is niet komen opdagen. Neemt u het hem niet kwalijk. De heer Ben van Gelder ook niet. Hij is een soort ceremoniemeester. We moeten eruit. Maar ik zou toch nog tegen Plunstrik willen zeggen, die hier naast me zit. Ik ben onbelangrijk. Deze man is zeer belangrijk. Hij werd tegen AZ geblesseerd. Jullie zijn de ware kampioen, Plunstrik. Ja, ik vind wel dat we dat dit jaar het beste elftal hebben. Ja, kwalitatief gezien. En we hebben ook de meeste wedstrijden bovenaan gestaan, zowat de hele tijd eigenlijk. Oké, hartelijk dank. Sorry dat het zo kort was. Ja, we moeten eruit. Dames en heren, dat was het hier vanuit Eindhoven, waar de feestvreugde ongetwijfeld nog een veel groter hoogtepunt gaat bereiken. Sorry dat het een beetje chaotisch was, maar u weet, het is een kampioensfeest. PSV voor de 5e maal kampioen, de 1e maal in 1929. Wat moeten we eraan toevoegen? We gaan hier met z'n allen gezellig feestvieren. Hartelijk dank Kees Rijvers, hartelijk dank Prunstik. Ja. Terug naar de studio in Hilversum.